Vandaag sta ik in Street Jump Haarlem. Ik ga een game of doen, want 2 of 2. Dat hebben wij 2 jaar geleden al gedaan. Oh. Ja! Boom! Ja! Lekker, man. Oh, tijd toch, man? Dames en heren, welkom bij een goed nieuwe video. Mijn naam is Rutger. Vandaag sta ik in Street Jump Haarlem. Superleuk. Ooit hebben jullie vaker een video gemaakt, heel lang geleden. Maar nu ben ik er weer en ben er met een hele bijzondere reden. Want er komen namelijk tent- en freerunlessen hier in Street Jump Haarlem. En die worden super dik. Ik ben er ook natuurlijk af en toe bij. Maar de echte freerunleraar, daar ben ik nu bij. Dat is namelijk Bassie. Hoi. En Bassie doet hier de eerste trick al. Oh. Zo. Hoe is het, Bas? Ja, lekker. Heb je zin in de freerunlessen? Ik heb er helemaal zin in. Ja, hè? Ja, man. Bas is er ook, maar we hebben ook Appie. En we hebben Rick. Zijn we ze vieren? Wat gaat Rick doen? Wow. Oh. Ja, wat we gaan doen is een kleine challenge. We gaan namelijk in elke area gaan we een moeilijke challenge verzinnen. Dan gaan we kijken wie hem haalt. Ik wil een kleine game of doen, want 2 of 2. Oeh. Dat hebben wij 2 jaar geleden al gedaan. Oh, ja. 2 jaar geleden, nu zijn we allemaal beter geworden. Vandaag zijn we met Bas en Mike en die zijn heel goed. Ja! Ja. We laten dan steempjes schuilen voor de teams. En als dan 2 mensen hetzelfde hebben, dan horen die bij elkaar. Albert, we horen bij elkaar. Okay, en Rick en Bas. Oh, spannend man dit. Oké, jullie mogen samen een steempjes schuilen, die gaan beginnen. Oké, Ab, jij wil de eerste zin verzinnen. Ik ben heel benieuwd. Misschien moet je even een kleine Cody test doen, Bas. Je moet kijken of Bas het Cody kan. Ja. Hans, dan naar Cody. Oké, Bas gaat hem doen. We baden het vaak over Bas. Goeie challenge. Ik doe wel een kaboom naar kaboom full. Ik hou niet zo'n kaboom full, gast. Ja, jij voor je rit. Ja, ik hou niet van kaboom full, gast. Denk je er wel van af? Ja, denk het wel, ja. Oké, al 2e poging is voor jou. We hebben 2 kansen. Ja, maar ik kan er niet op. Ja, ik ook niet. Ja. Yeah. Hey, eerst maar eens binnen. Oké, we hebben een klein regeltje. Bas heeft net mij gehoord. Dus nu moet jij Rick niet kunnen volgen doen. Oké. Okay. Ja, dus dat anders kan één iemand heet het alles nadoen. Ja. Beetje ons de beurt. Nee, ik ben het niet toch? Rick was nu ben ik. Daarna ben jij. Ja, eens is. Weg ze bereid. Mat de grond. Hoppa. Oh. Ja, bijna wel. Die mag niet lukken. Ja? Ja hoor. Jammer dit. Wat betekent nu dat Bas mag? Kunnen jullie allebei een dubbel cijfer lukken? Rutte kan het. Dubbel cijfer op het blok. Maar Rutte, jij kan het. Gozer. Het is bijna even moeilijk als gewoon naar de grond. Ja, bijna. Ah, Rut, easy. Boom. Ja! Lekker, gast. Oh, tijd toch, man. En dat betekent wel dat wij nog maar 1 kruis hebben en jij mag niets doen. Als jij nu iets vets doet, kun je ook een kruis worden. Ga je erop in? Ja, maar echt stiekem zo moeilijk, hè? Vertel. Kijk, ik heb eentje, ik weet niet hoe ik hem eigenlijk zelf kan. We gaan hem gewoon proberen. Vanaf hier, gainer dubbel voer erin. Dubbel voer. Je moet niet per se te landen, maar je moet wel een soort van dubbele draai maken, snap je? Ja, hij moet helemaal ronddraaien. Dus je moet en in de airbag landen en een dubbele draai. Ja. Oh. Oh. Lekker. Heel goed. De eerste set was met 1 voel. Daar heb ik de moeite mee, dus... Let's go. Shit. Was hem wel. Oké, nu mag ik eentje doen weer. Kick full naar een full. Zo, zo en dan pas twisten. Ik heb hem voorgedaan. Jij moet deze doen, gast. Uit elkaar. Schop, ja, en door. Ja, is hem. Lekker hoor. Hey, sick. Oh, sick, hoor. Ik ben. Ik ga gewoon één die ik zelf ook heel moeilijk vind. En dan hoop ik maar dat jullie hem niet halen. De challenge is, Chucky, landen op je voeten, maar je mag doorvallen naar achter. Ik moet hem nadoen, jongens. Ja. Ik land er wel, ik voel alleen aan de zijkant. Dus niet even... Nah. Eerste Chucky in tijden. Dat is wel een kruisje, denk ik. Nee, toch? Oh. Ga je dat doen of niet? Ja, oké. 1-1. Dat betekent dat het weer gelijk staat. Heel spannend, maar... Nu is... maar... Oh shit. Lillian Castaway. Ja, die ken je wel. En dan wil ik... Ik had eigenlijk 2 om hier te doen. Slaat echt nergens op. Ah, die geland. Helaas. Yes, gast. Kijk wel. Hoe draait hij zo snel? Dat is zou ik hem inzetten? Eén keer inzetten. Ja, lijp. Oh, lijp hoor. Oké, we gaan door. Die kant op. Enge challenge. Okay, wat ik ga proberen is van mijn knieën en dan een palmflip tegen de muur. Oké, let's go. Slecht. Ik wil wel 1 keer voor de lol. 1 keer voor de lol, ja. Ah, jij is hier voor je. Maakt toch niet uit, maakt niet uit. Maakt niet uit, oké. Oké, nu is... Oeh, dan doe ik een standing side op de grond. Sick.
voor mij kan Rick geen triple full. Triple trampoline. Ik land met één handje. Dat is je karma, dat je karma. Slecht. Helaas jongens, maar nu is. Nou, mijn challenge is vanaf hier: rennen, eerste trampoline, over het muurtje heen springen. Zullen we doen dat we nu wel mogen kiezen dat jij mag doen? Ja, een nieuwe regel, nu mogen we even kiezen. Eerst gaan we allebei even zetten, ja? Kijken hoe... Ik kan het sowieso niet, gast. Eigenlijk mag ik het niet doen, maar we doen een nieuwe regel. Je mag één keer een andere persoon inzetten. Dus jullie mogen ook één keer een wissel doen, ja? Van, dus dat van persoon, van persoon. Ja, dus allemaal moeten we eigenlijk doen, maar ik ga deze pakken. Yes? Ziek. Jij bent. Een 360 dunk met een basketbal. Oké. Okay. Kijk of Bas hem kan, ik ben benieuwd. Gast, hij is echt knijtsimpel. Ik spring niet hoog. De tussenstand is eigenlijk één kruis tegen één kruis. En we gaan nu de finale gewoon doen, want anders duurt het te lang. Degene die nu is, is Rick. Twee full downs. Maar was de laatste twee, was geen full down. Nee, klopt. Nee. Stabiele combo op trampoline, Rudy naar de full in één keer. Wisselen? We wisselen, mag hè? Hij mag één keer de witte wissel doen. Ja. Ik denk dat Bas je mag kan. Allebei een try. Ja, eerste try, de tweede try. Goeie. Oh, hartstikke kunt, gast. Hij tweert een andere kant op. Een extraatje erbij, zegt hij. Bas, je bent weer jongen. Ja, we zitten in een donkere hoek, maar we hebben een leuke challenge. Ik heb een leuke challenge, die doe ik ook vaak bij de lessen. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat je hoog kan springen. Ja. Dus dan hebben we allemaal verschillende levels, maar eigenlijk het laatste level gaan wij nu doen. Vanaf hier, op de trampoline, in één keer zonder handen op de muur springen. Oké, laat zien. Oh, eens even. Ja, ziek. Allebei één keer try. Ik heb deze ook zo easy, kijk maar. Goede boot. Ja, dat denk ik wel. Ja! Ja! Oké, ik ga sowieso dood, jongen. Ja, dit is hem! Wow! Jongens, het is gelijk geworden helaas, want wij hebben alweer deze chance gehaald. Maar dat is ook weer dat er revanche kan komen. Vinden jullie graag revanche? Dan moet je zeker even laten weten in de comments. Bas, wil ik een revanche doen? Ja, sowieso. Sowieso, Rick. Leuk, hè? Netjes. Vergeet niet te abonneren en vergeet zeker niet een keer mee te doen met de vrierenlessen in Street Jump Haarlem. Worden super vette lessen gegeven door Bas. Ik ben er ook vaak bij, maar het wordt echt super cool. Dus kom vooral even langs. Schrijf je in via de website tentenvriering.nl. En hopelijk weer zien we de volgende video. Later. Later.